Ik weet nog goed dat ik in 2007 op het punt stond om ondernemer te worden. Super spannend vond ik het. Een droom die ik al heel lang had en ik zette de eerste stap. Nou, voor jezelf beginnen en starten met je eigen onderneming is eng. Want ja, je verlaat je veilige haven als medewerker in loondienst. Daar was alles veilig. De meeste dingen werden voor je geregeld. Het enige wat aan jou gevraagd werd was om je werkzaamheden zo goed mogelijk uit te voeren. Er gaat van alles door je hoofd nu je overweegt om zelfstandig ondernemer te worden. Want naast het uitvoeren van de werkzaamheden voor je klanten, moet je zelf zorgen voor die veilige haven. En je denkt misschien, hoe doe ik dat als ik die kennis niet heb? Kan ik dat wel allemaal? Durf ik die sprong wel echt te maken? Lange tijd heb ik zelf met die vragen rondgelopen. Dat voelde voor mij als de Mount Everest die ik moest beklimmen. Ik zag er als een berg tegenop en ik wist niet waar ik moest beginnen. Dus ik begon er niet aan. Ik nam het risico niet. Want waarom zou ik? Ik zat toch in een veilige haven? Tot het moment dat ik een kans zag. Iemand die mij zou begeleiden om die berg te gaan beklimmen. Die zorgde dat het pad werd uitgestippeld voor mij. Ik hoefde alleen maar ja te zeggen. En de eerste stap te zetten. Nou, dat had ik gedaan. En zo werkt dat precies in het ondernemerschap. Je voelt diep van binnen dat je het anders wilt. Er steekt iets bij je waardoor je dit voelt. Bijvoorbeeld. Je voelt je gefrustreerd omdat je veel meer hebt in je hebt dan dat er nu uitkomt. Of je krijgt weinig energie van je werk omdat je afwisseling en uitdaging mist. Je baalt van de regels binnen het bedrijf. Of je voelt je beperkt in je vrijheid omdat je jezelf niet verder kan ontwikkelen. Op het moment dat het bij je steekt, is dat een teken. Het is je intuïtie die zegt tegen je dat je het anders wil en negeer dat niet. Laat je niet weerhouden door die mega grote Mount Everest waar je, net als ik, tegenop ziet. Kijk naar de mogelijkheden om aan de top te komen. Want je kunt beter spijt hebben van iets wat je wel hebt gedaan, dan later spijt hebben van iets wat je niet hebt gedaan. Hoe maak je nu de juiste start als VA? 1. Weet wat jouw doel is. Wat is jouw grote why? Nou, wil je mijn grote why weten? Klik dan op de Facebook-link in de blog. En dan ga je naar de uitzending waarin ik je dat vertel. 2. Zorg dat er altijd iemand bij je is en je bij de hand neemt. Die de weg zelf al heeft afgelegd. En omring je met gelijkgestemden. 3. Vermijd te grote financiële risico's. Zorg dat je een inkomen hebt. En bouw een inkomen als VA daarnaast op. Zodat je financieel ontspanning voelt. En dat je niet een te grote druk hebt. Want dat ga je uiteindelijk, gaan je klanten dat merken. En dat is niet prettig. 4. Sta jezelf toe leerling te zijn. Je hoeft niet alles perfect te weten en te kunnen. Geef jezelf ook die tijd om erin te groeien. 5. Wees nieuwsgierig en ontdek en leer nieuwe dingen. Schakel hulp in voor de dingen waar je zelf niet goed in bent. Want je hoeft niet zelf alles alleen te kunnen. 6. Durf buiten je comfortzone te treden. Ga nieuwe dingen aan. Ook al voel je angst of belemmerende overtuigingen. 7. Geloof in jezelf. En vertrouw erop dat ook jij dit kunt. Vind je dat lastig? Blijf het gewoon herhalen en zeg tegen jezelf dat je het wel kan. Oftewel, fake it until you become it. Let ook op je lichaamshouding. Power poses helpen daar ook heel erg goed bij. Nou, in de blog staat een link naar een heel mooi TED-filmpje die daarover gaat. En 8. Durf in jezelf te investeren qua tijd en geld. Niet alleen van jezelf, maar durf het ook aan je omgeving te vragen, aan je gezin. En mogelijk heb je jezelf ook heel lang weggecijferd. Want je kinderen, je partner, het huishouden, noem maar op. Het kwam allemaal eerst. En daar word jij gelukkiger van. En zij krijgen een moederpartner die gelukkiger is. Wie wil dat nou niet? Nou, de eerste stap begint bij jezelf. Jij zult de keuze als eerste moeten maken. En ervoor durven gaan. En is dat spannend? Ja, dat blijft. Maar je weet nu wat je nodig hebt. En je weet ook dat jij dat kan. Want in iedere vrouw zit een powervrouw. Daar ben ik van overtuigd. Ik ben heel benieuwd wat hierin bij jou triggert. En ik vind het tof als je het met mij durft te delen
en wil delen onderaan de blog. Of heb je een vraag? Stel hem dan ook gerust. Fijne dag, tot de volgende keer!